Wie heeft het eigendomsrecht op het land Israël en de heilige stad Jeruzalem? Eigendomsrecht betekent, heb ik opgezocht in het woordenboek, eigendomsrecht betekent de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe een bestaansmiddel, in dit geval dus Israël en Jeruzalem, hoe een bestaansmiddel wordt gebruikt. Je hebt dus exclusief de bevoegdheid om dat waar jij eigendomsrecht over hebt, hoe je dat wil gebruiken. Het betekent het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald. Vind ik ook een hele mooie in dit geval hoor. Het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald. Deze vind ik ook mooi. Het betekent het recht, het gebruik en de opbrengst aan een ander te ontzeggen. Staat in het woordenboek. Het recht op de opbrengst die ermee, in dit geval uit het land en nou whatever, om die een ander te ontzeggen. Dat recht heb je. En het betekent het recht om het uit te wisselen. Heel mooi dit hoor. Volg het goed, luister goed. Om de vraag te kunnen beantwoorden wie het eigendomsrecht op Israël en Jeruzalem heeft, moeten we teruggaan naar het oudste boek in de wereld. En dat is de Bijbel. Het begint allemaal op het punt dat de levende God uit de hele aardoppervlak een stuk land uitkiest, persoonlijk uitkiest, en het aan zijn vriend Abraham geeft. Het land dat wij vandaag kennen als Israël, dat heette toen Kanaan in de tijd van Abraham. En dat land Kanaan, dat strekte zich helemaal uit tot in Irak. Dit verbond tussen God en tussen Abraham is beschreven in het oudste boek van de wereld, de Bijbel. En lezen we in Genesis 17, vers 7. Dit verbond, zegt God, hè? Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie voor altijd. God zegt dit wat ik nou met jou afspreek. Dit verbond wat ik nou met jou maak, Abraham, God en Abraham. Dit gaat over elke keer op een nieuwe generatie voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal ik een God zijn. Het land Kanaan, wat wij vandaag kennen als Israël, zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En ik zal uw God zijn. Hebben we nog vers 8? Of is dit vers 8? Oké. Altoosdurend, zegt een andere vertaling, dus altoosdurend, dat betekent, volgens het woordenboek, heb ik ook weer opgezocht, daar staat voor altijd. De Blessing Bijbel heeft het daar al in vertaald. Vandaar, de Blessing Bijbel is de Bijbel met begrijpelijke taal. In de oudere vertaling staat altoosdurend. Het betekent voor altijd, dat is wat het woordenboek zegt. Dus voor altijd betekent ook vandaag. Generatie op generatie voor altijd. Maar wat is vandaag dan het grote probleem met het eigendomsrecht op het land Israël en de stad Jeruzalem? Het probleem is dat er meerdere volkeren zijn die zeggen dat Abraham hun vader is. En dit liegen ze niet. Dit is waar. Abraham is de stamvader van meerdere volkeren.
Want Abraham had meerdere zonen. Er was vroeger, geloof ik, ook een lied. Vader Abraham had 7 zonen. Ja, hij had meerdere zonen. En die zonen, die beroepen zich allemaal op het feit dat Abraham hun vader is. Dat liegen ze niet. Dat is waar. Maar om te kunnen begrijpen wie nou van die zonen het eigendomsrecht op Israël en Jeruzalem heeft, moeten we weten wat er in de geschiedenis is gebeurd. Kijk, en dit is het grote probleem ook met de politici van vandaag. Zij kennen de Bijbel niet. En daarom weten de meesten niet wat er gebeurd is. En daarom begrijpen ze ook niks van de situatie van vandaag. Trouwens, veel christenen ook niet en veel leiders ook niet. En dat ga ik jou vandaag vertellen. God had tegen Abraham gezegd, Abraham, dat is wat ik in de Bijbel lees. Abraham, ik ga jou een zoon geven. En die zoon die ik jou nu beloof, die zal jouw erfgenaam zijn. Die zal alles erven waarmee ik jou zegen. Ofwel, die zal het eigendomsrecht op Israël en op Jeruzalem hebben. Want die zal erven alles wat ik jou geef, inclusief het land Kanaan, wat wij vandaag als Israël kennen, inclusief Jeruzalem. Het grote probleem was dat zijn vrouw Sara, de vrouw van Abraham, die kon geen kinderen krijgen, want die was onvruchtbaar. En toch zegt God tegen Abraham, Abraham, jij krijgt een zoon. En die zoon die ik jou en Sara ga geven, die zal je erfgenaam zijn. Die zal alles erven. Genesis 17, vers 15. Want uw vrouw Sarai, toen heette ze nog Sarai, ging God verder. Zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara. Prinses betekent dat. Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven. Hoor je dat? Dit zegt God. Kijk, dit is wat ze niet begrijpen. Omdat ze de Bijbel niet kennen. Ik leg het u vandaag uit, zodat u weet wat er gebeurd is. En dan gaat u ook uw standpunt kunnen bepalen vandaag. Ten opzichte van de moeilijke situatie in Israël. God zegt, ik zal Sara zegenen en u een zoon bij haar, bij Sara geven. Ja, ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken. Zij zal koningen voortbrengen. Dit is toch duidelijk of niet? Ik bedoel, duidelijker kan de Bijbel het ons niet geven. God zegt, Abraham, ik ga jou een zoon geven. Sara zal die zoon voortbrengen. Jaren gingen voorbij. Sara werd al 90, Abraham werd al 100. En nog altijd geen zoon die God had beloofd. Nog altijd kinderloos, dus nog altijd geen erfgenaam. Wie gaat het nou erven? Wie moest nou erfgenaam worden? Daarom ging er een lichtje bij Sara op. En zij dacht, hey, ik heb een goed idee. Ga eens even naar Abram. Bram, luister eens. Waarschijnlijk. Bram, luister eens. Jij bent een 100, ik 90. Dit gaat hem niet worden zo. Neem nou mijn dienares Hagar. En verwek bij haar een kind, dan hebben wij in ieder geval een erfgenaam. Het was een menselijke, vleeselijke gedachte. Abraham die dacht na en die vond dat wel een goede uitweg. Hé,
Dat lijkt me, zo kunnen wij ook vaak op dingen denken. Hè? God heeft gesproken in zijn woord, dat gaat dan niet gelijk, gaan wij nadenken. Zo gezegd, zo gedaan, Hagar werd zwanger en baarde Abrahams eerstgeborene zoon. In die landen was een eerstgeborene en is een eerstgeborene zoon heel belangrijk. Dat is ook de erfgenaam van alles. Dat is nog steeds zo. Ismaël noemde zij die zoon uit Abraham en Hagar. Ismaël was dus wel Abrahams eerstgeborene zoon, maar niet de zoon die God had beloofd aan Abraham en Sara. Want God had gezegd, uit Sara zal ik jou een zoon geven. Die erfgenaam zal worden van alles. Het was de gedachte van Abraham en Sara zelf om zo aan een erfgenaam te komen. Maar niet Gods gedachte. En nu komt het probleem en de oorsprong van het grote conflict wat nu nog steeds gaande is in het Midden-Oosten. Sara wordt ook zwanger. Er is dus een kind gekomen uit Abraham, de eerstgeborene, en Hagar, Ismaël. Maar nu wordt Sara zwanger. En hier ontstaat een probleem. Sara wordt zwanger van de door God beloofde zoon. En Abraham en Sara die noemen die zoon Isaac. Je had dus nu Ismaël, die volgens het eerste geboorterecht, heb je wel meer gehoord denk ik van Esau en zo, hè? Eerste geboorterecht, recht had op het erfenis van Abraham en Sara, dus ook het eigendomsrecht had op Israël en Jeruzalem. Maar je had ook Isaac, die volgens het verbond met God recht had op het eigendomsrecht van Israël en Jeruzalem. Beide waren zonen van Abraham en beide groeien samen op. Ismaël die bespotte de oudere broer altijd, zijn jongere broertje altijd. Hij was de oudere, dus hij bespotte zo. Hij pestte zijn kleinere broertje Isaac. Ja, en toen Sara, mama van Isaac, zag dat Ismaël, die bulleboos van Hagar, is dat goed, bulleboos? Bullebak. Die bullebak van Hagar. Ja, dan komen die moedergevoelens op, hè? Aan alles, maar niet aan mijn kind, joh. Je weet toch ook hoe mama's kunnen zijn, hè? Ja, dat begon te spelen. Zij zag dat, dus dat begon te spelen. Op een gegeven moment gaat Sara, die is het helemaal zat, en die gaat naar Abraham. Hey Bram, luister nou eens, man. Dit gaat niet zo. Dit gaat niet, je moet er wat aan gaan doen. Ik wil dat je dat nou oplost, die zaak. Dit gaat niet, stuur Hagar en Ismaël weg. Want ik zie niet zitten dat Ismaël samen met mijn zoon... Nu kreeg je het, hè? Mijn zoon. Nu was het ineens mijn zoon, hè? Met mijn zoon alles erft. Dus Sarah had daar ook al over nagedacht natuurlijk, hè? Ofwel, het eigendomsrecht krijgt op alles wat wij bezitten. Ik zie dat niet zitten, zegt Sara. Maar dit viel bij Abraham heel slecht. En Abraham wilde dat niet doen. Want ja, Ismaël, eerstgeborene zoon, hè? Abraham, zoon, eerstgeborene. Hij zag dat niet zitten. En dan komt God weer bij Abraham in deze situatie. En dit is belangrijk wat God nu gaat zeggen, om voor ons die vandaag leven te bepalen achter wie wij staan, die het eigendomsrecht heeft vandaag op Israël en Jeruzalem. God komt dus bij Abraham en zegt in Genesis 21, vers 8, het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal. Sara zag dat Ismaël, de zoon van Hagar, lachte.
Ze ging naar Abraham en zei, stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac de erfenis deelt met de zoon van een slavin. Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaël was tenslotte zijn zoon. Kijk, dit is belangrijk. Maar God zei tegen Abraham, Abraham, u hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd. Want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Hoor je dat? Kijk, als je dit niet weet, dan snap je de situatie niet. Dus er ontstond een conflict, een probleem tussen Ismaël en Isaac. Sara zegt tegen Abraham, stuur Ismaël met de moeder weg, want ik zie niet zitten dat hij het eigendomsrecht krijgt op Israël en Jeruzalem en alles erft. Abraham wilde dat niet doen, want het was ook zijn zoon. En dan komt God en die zegt, Abraham, ik wil dat je het wel doet. Of je het nou leuk vindt of niet. Ik wil dat je het wel doet. Waarom? Omdat het recht, het eigendomsrecht op Israël, Jeruzalem en alles wat ik jou geef, is niet door de lijn van Hagar en Ismaël. Het is door de lijn van Sara en Isaac, precies zoals ik jou van tevoren had gezegd. Vanwege Isaac zullen ze over je nakomelingen. En dan zegt God er meteen achteraan in vers 13. Maar ook Hagar's zoon zal ik stamvader van een volk maken. Ook Ismaël, omdat hij ook een zoon van u is. Oké, ik zit ermee. Ik had niet zo bedoeld, maar het is jouw zoon. Dus ik zal ook Ismaël tot een groot volk maken. En hier vindt eigenlijk de oorsprong plaats van dat langslepende conflict. Wat vele mensen niet begrijpen, omdat ze dit niet begrijpen. En ook leiders dus niet. Het nageslacht van Isaac, dat zijn de Joden vandaag. Het nageslacht van Ismaël en zijn broers, dat zijn de Palestijnen en de andere Arabieren. Die er in de Midden-Oosten zijn. Beide, zowel Ismaël als Isaac, claimen Abraham als hun stamvader. Beide claimen dat beloofde land. Het land Israël, Jeruzalem. Voor de Palestijnen, Palestina. Voor de Joden, Israël. Beide vinden dat zij recht hebben op Canaan. Recht hebben op Israël van hun vader Abraham. Maar wie heeft nu het eigendomsrecht op dat kleine strookje land aan de Middellandse Zee? Inclusief Jeruzalem. Jeruzalem, wat zo ontzettend veel verdeeldheid over de hele wereld brengt. Het antwoord hierop ligt dus in die paar woorden die de levende God, God hè, niet een instelling, nee, God heeft gedaan aan Abraham in vers 12. God zei tegen hem, je hoeft je geen zorgen te maken over die twee. Ik bedoel, jij moet er niet mee zitten, Abraham. Maar je moet dit wel weten, doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Dus dat was het standpunt van God. Dat is waar God toen stond en dit is waar God vandaag staat. Dit is niet veranderd. En dit zal nooit veranderen. Want God heeft gezegd voor altijd, op elke nieuwe generatie. Hoewel God Ismaël dus erkent als een zoon van Abraham en daarom ook tot een groot volk zou maken, behoort de erfenis, ofwel het eigendomsrecht van Israël en Jeruzalem, toe aan de zoon die God aan Abraham en Sara heeft gegeven. En zijn nageslacht, en dat zijn de Joden. Kan er niks anders van maken.
dat Abraham en Sara iets bedenken en zo zelf proberen om aan een erfgenaam te komen, dat lag helemaal niet in de lijn van Gods bedoeling. Dat is iets wat ze zelf hadden bedacht. God wilde uit het nageslacht van Abraham en Sara en de beloofde zoon die eigenlijk niet kon komen dan alleen op een wonder van God, Isaac, wilde hij uiteindelijk in de lange lijn zijn eigen zoon Jezus Christus doen voortkomen. God had eigenlijk dus, dit klinkt niet leuk, maar het is de waarheid en een feit, God had dus eigenlijk niks te maken met Ismaël. Helemaal niks. Maar goed, omdat hij dan ook een zoon van Abraham is, zei God, oké, dan zal ik Ismaël toch ook tot een groot volk maken. En dit, lieve mensen, is tot op vandaag het conflict. Wat gaande is, Ismaël en zijn broers, die vechten vandaag nog steeds om de erfenis van papa Abraham. Nog steeds. Alle ogen van de wereld zijn vandaag gericht op Israël en de omgeving. En ik vind het nieuws heel vaak eenzijdig belicht. Dat heeft weer te maken met de geest die wij in het Westen kennen. Waardoor er steeds meer een anti-Israëlse stemming gekweekt wordt. Door het eenzijdige nieuws. Daarom ben ik blij met de steun van president Trump aan Israël. Kijk, we kunnen denken van hem wat we willen en iedereen heeft daar wel zijn mening over en er zijn van die dingen, maar luister eens, kijk, en dat zie je niet op het nieuws wat ik je ga laten zien, maar dan weet je even een andere kant van deze man, die ook vandaag onder een enorme druk staat, want er is een heel verschuiving van machten in de wereld gaande. Het is wel wonderbaar dat wij in die tijd leven, dat er heel veel in vervulling gaat. Maar ik ben blij dat de machtigste man van de aarde, zoals ze altijd de president noemen van Amerika, met wat hij gezegd heeft over Israël. En dit is wat hij zei. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Iran has already, since the deal is in place, test-fired ballistic missiles 3 times. Painted on those missiles, in both Hebrew and Farsi, were the words, Israel must be wiped off the face of the earth. You can forget that. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America, where, as you know, it has its home. And it surely is not a friend to Israel. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. Israel has been trying to sit down at the negotiating table without preconditions for years. You had Camp David in 2000, where Prime Minister Barak made an incredible offer, maybe even too generous. Arafat rejected it. In 2008, Prime Minister Olmert made an equally generous offer. The Palestinian Authority rejected it also. Then John Kerry tried to come up with a framework, and Abbas didn't even respond, not even to the Secretary of State of the United States of America. They didn't even respond.
When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day, you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. When you live in a society where the firefighters are the heroes, little kids want to be firefighters. When you live in a society where athletes and movie stars are the heroes, little kids want to be athletes and movie stars. In Palestinian society, the heroes are those who murder Jews. You cannot achieve peace if terrorists are treated as martyrs. Glorifying terrorists is a tremendous barrier to peace. There is no moral equivalency. Israel does not name public squares after terrorists. Israel does not pay its children to stab random Palestinians. You see, what President Obama gets wrong about deal-making is that he constantly applies pressure to our friends and rewards our enemies. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. They must come to the table willing and able to stop the terror being committed on a daily basis against Israel. They must do that. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state. Yeah. Dit is een andere kant, hè? Kijk, je weet ook niet met zo'n soort support of plotseling en nu ineens ruimte is om de derde tempel te gaan bouwen. Want die zal gebouwd worden. En dan zal Jezus wederkomen. Ja. Hij eindigt eigenlijk met de kern van het conflict. En dat is de stad Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk? Nou, we weten dat Jeruzalem 70 jaar na Christus totaal verwoest is geworden. En toen vonden zo'n 1 miljoen Joden de dood. We kennen de geschiedenis van het boek Esther in de Bijbel, waar Haman alle Joden wilde uitroeien. We kennen ook de geschiedenis van Hitler en zijn beulen. Hoe hij en zijn beulen 6 miljoen Joden de dood in hebben gejaagd. Door alle eeuwen heen zijn de Joden over de hele wereld verstrooid geworden en gehaat. En nog steeds worden zij door vele volkeren gehaat. Nog steeds, tot op de dag van vandaag. Ook in Nederland leven er heel veel anti-Joodse gevoelens. En hoe meer wij natuurlijk van die broers binnenhalen, hoe meer haat er ook ons land en continent binnenkomt. Voortdurend zijn de Joden in gevaar en omringd door vijanden. Kijk eens naar de machtsverhouding in het Midden-Oosten. Dit is niet normaal. Hoe de machtsverhoudingen zijn. Alles wat rood is,
dat zijn zeg maar de broers. En dat ene witte strookje land is Isaac. Omringd door vijanden. Omringd door de vijandelijke machten. Onvoorstelbaar. Dat ene kleine... Kijk, ik heb me wel eens afgevraagd. Dat ik denk, ze maken zo'n ruzie om dat strookje land. Hè? Al die broers. Zo'n ruzie om dat strookje land. Heeft er dan niemand van die broers een klein stukje land voor hun broertje, de Palestijnen? Moet dat nou per se van dat ene stukje land? Daaraan kan je zien dat er veel meer achter zit. Dat is de machtsverhouding in het Midden-Oosten. Vele leiders in de wereld zien niets liever dan dat Israël van de kaart wordt geveegd. Hebben ze ook uitgesproken. Liever vandaag dan morgen. Lieve mensen, dit is niets nieuws. Dit is altijd zo geweest. We horen vandaag een hele hoop over Syrië. Maar vergis je niet, Syrië is al een eeuwenoude, hele grote vijand van Israël. Ga maar terug in je Bijbel, kan je het lezen. Dit zal ook altijd zo blijven. De vijandschap. Het wonder is dat God dit volk door alle eeuwen heen in leven heeft behouden. Honderden jaren behoorde het beloofde land, Israël, wat u ook op de kaart zag, behoorde toe aan de Turken. Honderden jaren. Zo rond 1900 keerde de eerste Joden terug naar Israël. En zij kochten grote stukken woestijnland op van de Turken. Na een aantal jaren keerden steeds meer Joden terug. En elke keer kochten zij grote stukken woestijnland op. Gewoon niks waard, gewoon woestijnland. Wat is nou woestijnland waard? Niks. Oh, verkoop maar, weg ermee. Zo kwamen zij dus legaal en langzaam aan het eens aan Abraham, Isaac en Jacob beloofde land. En zo kwam het dus eigenlijk weer terug bij de rechtmatige eigenaars, de Joden. Ze kochten gewoon die stukken land op. Dat hadden ze niet door, die Turken, want het was toch woestijnland. De Joden zijn slim. Hitler jaagde op de Joden, waardoor er ineens in snel tempo gingen er een hele hoop Joden terug. En in 1948 gebeurde het ongelovige. Het ongelofelijke. Het grote wonder toen David Ben-Gurion de staat Israël uitriep. Dit is een van de grootste profetieën die in vervulling is gegaan in onze tijd. Die vervulling zet een heleboel profetieën in gang. Israël werd een democratie. Met een eigen vlag. Eigen grenzen. Eigen geld. En God die begon zoals hij had beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, begon hij het land te zegenen. Ja. Het woestijnland werd vruchtbaar. En dat kwam tot bloei. En steeds meer Joden over de hele wereld, die kregen het verlangen in het hart om terug te keren naar hun land. Voor de Joden is Jeruzalem het hart van het land. Dat de levende God onder ede had beloofd aan hun voorvader Abraham, Isaac en Jacob. Uit alle delen van de wereld kwamen zij naar Jeruzalem om te bidden bij de heilige klaagmuur.
Dat is een overblijfsel van de westelijke tempelpleinmuur van de tempel die Salomo had gebouwd. Kan je nagaan hoe ver dat teruggaat? Dat stukje dat stond daar nog. In de richels van die klaagmuur leggen zij dan hun opgeschreven gebeden. Die proppen ze in de richels. Voor de moslims is Jeruzalem de heilige stad waar hun profeet Mohammed ten hemel is gevaren. In Jeruzalem bevindt zich dan ook de rotskoepel van de islam. Jeruzalem is voor de gelovige moslim een van de heiligste plaatsen in de wereld. Het Mekka. Voor de christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus Christus als 12-jarige jongen leerde in de tempel. De stad waar Jezus Christus net buiten de muren van Jeruzalem op de heuvel Golgotha is gekruisigd geworden. Als je met Google dichterbij kijkt naar die heuvel, dan zie je een soort schedel. De stad waar Jezus is begraven geworden. De stad waar Jezus is opgestaan. De stad waar Jezus naar de Vader is gegaan. En de stad waar hij zal wederkomen. Zoals hij beloofd heeft. Om dan door op de Olijfberg weder te komen. Door de gouden poort die is dichtgemetseld door de islam, door de moslims. Is die uit voorzorg dichtgemetseld, want een zekere Omar die hoorde dit over Jezus, dat dit zou gebeuren, zo heb hem dichtgemetseld. Maar als Jezus komt, dan gaat hij door die poort. Dichtgemetseld of niet? Om het nog een keer moeilijker te maken, hebben ze een islamitische begraafplaats voor die poort gemaakt. Maar ook dat maakt niks uit voor Jezus. Maar er is meer. Er is meer. Psalm 132, vers 13 zegt: God zegt: ik zal Jeruzalem en Juda als een beker. En dit is Zacharias. Ik wou Psalm 132 hebben. Hebben we die? Had ik wel opgeschreven, maar die moet ik wel lezen. Even kijken of ik het snel kan vinden. Psalm 102, want dit is belangrijk. Psalm 132, vers 13. Luister wat God zegt over Jeruzalem. God zegt: dit is de plaats over Jeruzalem. Dit is de plaats waar ik altijd rust zal vinden. Hier wil ik graag wonen. Kijk, dit is wel heel belangrijk hoor. God zegt: dit is waar ik, Jeruzalem is de plaats waar ik rust zal vinden. Hier wil ik graag wonen. Jeruzalem is dus ook de stad van de levende God die hij voor zichzelf uitkoos op deze aarde om in te wonen. Kijk wat God over Jeruzalem zegt in Zacharias 12. Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Zij zullen Jeruzalem belegeren en ook de overige steden van Juda. Ja, kijken. Gaat het goed daarboven? Oké. Heb je het? En hij zei tegen de Heere: dit is iets heel anders. Laat maar. Dit, lieve mensen, is de kern van het eeuwenoude probleem wat wij kennen in Israël. Jeruzalem is niet de stad van een mens. Jeruzalem is de stad van de levende God. De levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit conflict tussen de zonen van Abraham
die kun je dus niet op menselijke wijze oplossen. Hoe graag je dit ook zou willen, ook Trump niet. Met al zijn macht, ook Poetin niet, ook de Verenigde Naties niet, als ze samen gaan overleggen. Europa ook niet, als al die knappe, machtige koppen bij elkaar komen en ze willen een oplossing voor dit conflict. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, misschien kunnen we het allebei, weet je wel, een stukje land die en twee staten van maken en allebei tevreden maken. God heeft gesproken en als God eenmaal heeft gesproken, dan kan je dat niet zomaar veranderen. Maar omdat die knappe koppen de Bijbel niet kennen en niet begrijpen wat er zich af heeft gespeeld, proberen ze dus een menselijke oplossing te vinden voor dit probleem. Wat had God ook alweer gezegd, Genesis 17 vers 18... En hij zeide tegen de Heer, dus Abraham die ging even terugpraten tot God. Abraham zei tegen de Heer, oh Heer, het zou toch wel mooi zijn als u uw belofte voor Ismaël zou laten gelden. Ja, begrijp je, papa's hart, eerstgeborene zoon, houdt van Ismaël. Volgens de eerstgeboortenecht had hij eigenlijk recht op al die dingen. Dus Abraham die probeert met God nog een beetje zo van, ja, maar Heer, het zou toch wel goed zijn als Ismaël. Dat was logisch dat hij misschien zo dacht. Maar God zei, nee. Kijk, dit klinkt hard, maar het is wel God die gesproken heeft. Je mag dus wel bij God komen met je eigen dingen, dat je zegt, dat doen wij toch soms ook wel. Ach Heer, het zou toch fijn zijn als u zo dit en zo en zo. Dat is je eigen dingen, dat mag ook wel. Maar als God dan weer terug zegt, nee, wil ik niet hebben. Dat is wat hij zei. Abraham, Ismaël, toch Heer? Nee, zegt God, nee. Uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaac zal heten. En ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten voor altijd. Oké, Ismaël zal ik zegenen, dat zal ik doen, hij is je zoon. Ik heb er eigenlijk niks mee te maken, maar ik zal het doen. Maar Sara zal een zoon baren. Dat is wat ik jou nu zeg. Dat is waar ik een verbond mee maak. Die zal het erfgenaam, de erfgenaam zijn. Die zal het eigendomsrecht hebben op alles wat ik jou ga geven. God had gesproken. Jeruzalem kun je dus niet zomaar opdelen om uit het conflict te komen. Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God zelf. Die hij onder ede aan zijn vriend Abraham, aan zijn zoon Isaac, aan zijn zoon Jacob en dat geslacht, dat nakomelingen, dat geslacht heeft gegeven als een eeuwigdurend bezit. Vandaag is daar niets aan veranderd. Toen in 1948 Israël een onafhankelijke staat werd, bezaten de Joden nog niet de oude kant van de stad Jeruzalem. Ze hadden dus zeg maar de helft van de stad was in hun bezit. Maar in 1967, dat is ook heel wonderbaarlijk als je dat een beetje gaat bestuderen en lezen. Maar ja, wie krijgt dat nog vandaag op school? In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, namen zij ook de andere helft in bezit. En dat is waarom de Joden vandaag dus zeggen, Jeruzalem is ondeelbaar. Maar goed, dat zeggen de Palestijnen ook. Daarom is Jeruzalem zo'n lastige steen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Palestijnen. En niet alleen voor hun, maar voor de hele wereld die in dat conflict gezogen wordt.
En niets liever wil dan vrede, vrede, vrede. Alsjeblieft, laat het vrede zijn. Want de onrust daar is onrust hier. Misschien dat je 40, 50 jaar geleden dat probleem nog niet zo had in het Westen. Maar gezien dat we die globalisatie hebben, dat er een heleboel van die mensen hier zijn gekomen, betekent het dus, onrust daar is onrust hier. Uiteindelijk wordt de steen zo lastig dat de hele wereld betrokken raakt in dat conflict. Het kan ook niet anders als je naar de situatie vandaag kijkt. Want maak je keuzes hier over daar, heb je het probleem hier. Maar de Bijbel leert dat dit conflict onoplosbaar is. En toch zegt de Bijbel dat er op een zeker moment een soort compromis gesloten wordt, waarop het lijkt, oh, uiteindelijk vrede. Maar dat is stilte voor de storm, want schijn bedriegt. Wil je weten wat daar nou allemaal gaat gebeuren? Dan moet je maar mijn boek lezen, Wereldschokkende Gebeurtenissen. Amen.